Heb jij van je klasraad de beslissing gekregen dat je arbeidsrijp bent en je wilt verder leren over baby's, peuters, lagere schoolkind, dan moet jij kiezen voor het zevende jaar kinderbegeleiding duaal. Je gaat meteen op de werkvloer aan de slag bij een kinderdagverblijf en bij een naschoolse opvang, maar je blijft nog wel verbonden aan school voor het theoretisch gedeelte. Aan het einde van het jaar heb je twee diploma's op zak. Natuurlijk je diploma secundair onderwijs en kun je gaan verder studeren. Maar daarnaast heb je ook nog je diploma van begeleider in de kinderzorg en kun je meteen op de werkvloer aan de slag bij een kinderdagverblijf of een naschoolse opvang.